is vandaag zaterdag. Nog 2 dagen en dan gaan we naar huis. Niet zo kijken, ik vind dat ongemakkelijk. Oké, het is vandaag dus zaterdag. En vandaag en morgen zijn onze laatste dagen. Want maandagochtend vliegen we heel vroeg naar huis. We moeten om 12 uur straks de scooter inleveren. Dus we gaan nu nog even een rondje rijden met de scooter. En nog even wat dingetjes bekijken. En dan leveren we hem om 12 uur in. En dan gaan we daarna lunchen bij een zwembad. En dan gaan we daar de hele dag liggen. Dus dat is heel chill. Ik weet niet wat het is, maar ik ben echt heel erg moe. En we gaan dus nu met de scooter weg. Ik zal wel even wat dingetjes filmen. We hebben de scooter ingeleverd. Het is nu bijna 12 uur. We gaan nog heel eventjes in de kleine winkeltjes kijken. Dan gaan we even spullen pakken voor het zwembad. En dan gaan we lunchen. Zin in. Maar eigenlijk heb ik dus nog helemaal geen trek, terwijl ik nog helemaal niks heb gegeten. En misschien is dat juist het hele probleem. Huh? Wat? Ja, dat je nog geen trek hebt, omdat je nog niet gegeten hebt. Ja. Dat je dan over je trek heen bent. Ja, nee, maar ik heb wel straks zin in lunch hoor. Ja, maar ik bedoel, het is lunch. Niet dat ik opeens heel veel honger heb of zo. Nee. Maar ja, we gaan dus niet. Nu eventjes kijken in de winkeltjes. Lopen daar langs die ene winkel wat jij zegt? Ja, zeker. Kippie. Wat zei je? Oké, we hebben een paar dingetjes gekocht. Dat ligt nu in het huisje. We hebben de zwemspullen. En we hebben even spulletjes thuis gelegd en de handdoeken gepakt. Ja. En we liggen nu bij. Zitten we er. Algar Seco. En dan gaan we ook lunchen. Wat is er? Anderje. Wat is er? Gewoon. Waarom lach je? Ik heb zoveel honger. Oké, en daarna gaan we hier zo bij het zwembad liggen. Oké, we hebben de hele dag bij het zwembad gelegen. We hadden echt heel laat geluncht. En het is nu inmiddels alweer iets van 7:30. We hebben ons net klaargemaakt. Topje aan van de Zara en onder broek van de Bershka. Ik had eerst die blauwe jurk aan. Heel erg leuk. Alleen wel een beetje heftig. Dus ik moet zo meteen even nog dit kaartje eruit knippen. En ik heb een nieuw luchtje gekregen. Heel lief. Ik zal hem even pakken. Ik draag sowieso altijd het luchtje van Zadig. Ik draag altijd, ik zal hem even bijpakken, deze in het groot. Het is een beetje kokosachtig. Volgens mij is er iets open in de tas. Oh nee. En nu heb ik dus deze. Die ruikt echt nog 100 keer lekkerder. Dus ik ben er heel erg blij mee. En we gaan over een kwartiertje, 10 minuten weg. En dan gaan we lekker weer uit eten. Zin in. Ik had er niet meer van komen om lentil te eten. Dit film. Sterf. Oké, we zijn aan het eten. Kunnen we dat opnieuw doen? Opnieuw? Oké. Ja. Oké, we zitten nu. Oké. En wat gaan we het zeggen?
Je kan er niet tegen als ik niks zeg. Nee. Proost. Zin in. Eet smakelijk. Goedemorgen, het is vandaag zondag en dit is onze laatste dag hier. De tijd is echt mega snel gegaan. Ik wil eigenlijk wel echt niet naar huis. Morgenochtend vliegen we om 8 uur 's ochtends. Dus ja, dit is echt onze laatste dag. We moeten de koffers ook nog inpakken. En we gaan dus nu lekker broodjes halen. Dan gaan we naar het strand hier zo. De afgelopen dagen zijn we elke keer naar een ander strandje geweest met de scooter. Maar de scooter hebben we gisteren ingeleverd. Dus ja, we gaan gewoon even gewoon hier op het strandje liggen en even wat eten halen. Dan gaan we de laatste dag nog even lekker bruin worden. En dan gaan we vanavond onze koffers inpakken. Misschien nog uit eten of zo. Oh ja, we gaan nog even eten. Ik weet het alweer. En dan is dat de laatste dag alweer. Dus wij gaan nu even broodje halen. Laatste ontbijt. Oké, wij liggen op het strand. Alweer 2 uurtjes of zo. En we gaan zo meteen even iets lunchen. Ik ga zo meteen heel even wat filmen. Dit is dus het strandje wat bij het huis zit. En daar hebben we eigenlijk niet echt gelegen. Dus daarom dachten we, laatste dag laten we hier maar liggen. Hé, schat? Jij wordt zo ongemakkelijk van die kamer. Ik ga even het strand filmen, ja? Ben zo terug. Kijk. Oh, je ziet dat niet nu door die door de parasol. Alleen dit was dus eerst helemaal vloed. Dus daar ben ik nog helemaal niet geweest. Dus daar ga ik nu even naartoe lopen. Joe. Het water is hier dus alleen echt heel vies. Omdat er heel veel zeewier is. Dus je hebt van die lichte plekken in de zee. En de rest is gewoon allemaal zeewier. We zijn toen ook met de kano. Zijn we dus vanaf hier gaan varen. En er liggen heel veel schelpen. Kijk, we zijn toen met de kano zijn we zo daarheen gegaan. En daarachter, daar zit het huisje. Even van het strand af. Het is nu bijna 2 uur al. Dus zometeen moeten we wel echt nog even die hard van het strand. Vandaag laatste uren pakken. Ja. Dan voetbal kijken. Koepie Bruin moeten we terug naar Nederland. Maar nadat we voetbal gaan kijken. Thank you. Nadat we voetbal gaan kijken, kan ik me dan nog wel even klaarmaken of niet? Ik denk dat we voor de voetbal ons heel even moeten ready moeten maken voor de avond. Mooi. We gaan gewoon iets op tijd eruit. Nu gaan we duiken in het zwembad. Ja, maar het is om 5 uur al. Heb je daarvoor gewacht in duiken? Eigenlijk bestel ik op vakantie echt nooit garnalen. En nu heb ik dat echt vaak gedaan. Maar het is lekker hier. Mm-hmm. Maar we hebben nu eindelijk een plekje. Hoe noem je dit? Boven. Op het dakterras? Dakterras. Met het uitzicht. Zal ik het even laten zien? Ja, laat maar eens zien. Wat een uitzicht. Ja, dat zie je wel. Wauw, wauw, wauw. Niet te geloven. Oké, hey, wij zijn terug van het strand. We hebben echt de hele dag in de zon gelegen. En we zijn nu al snel aan het klaarmaken om voetbal te kijken. En dan gaan we daarna ons echt klaarmaken voor vanavond. Ik heb heel even snel dit aangedaan. En even mijn haar vastgedaan, want ik heb mijn haar ook nog niet gewassen. Dus even zo. En we gaan nu voetbal kijken. Oké, ik heb niet gefilmd dat we voetbal aan het kijken waren. Ik weet ook niet of dat handig was met jou. Nederland heeft verloren met 2-0. En we gaan nu naar het restaurant lopen.
Ik heb me net in een half uur klaar. Nou, nog niet eens de 20 minuten klaargemaakt. Ja, je was echt zo snel. Je was net gemakkelijk stappen. Gedoucht. Haar gedroogd, gesteld, outfit uitgekozen. Oeh. En nu moet ik hier ook nog deze berg oplopen. Ja, laten we even zien. Dit is een aardige berg, ja. Dus wij gaan lekker eten. Laatste avondmaal. Lekker. Het is vandaag maandag. Hoe laat is het? 5:05? Vroeg. 5:05, ja. 5:05. Te vroeg. We worden om 5:50 opgehaald met de taxi. Dan gaan we naar het vliegveld. Als het goed is, hebben we echt alles ingepakt. Best wel snel. Dus we hebben nu zelfs tijd over. Nou ja, de koffers moeten nog wel dicht. En dan moeten we naar beneden lopen en dan worden we daar opgehaald. Ik heb gewoon weer mijn joggingpak aan die ik ook op de heenweg aan had. En wij gaan dus nu weer naar huis. Ik ben net terug van vakantie. Ik heb mijn koffer al half uitgepakt en even wasjes gesorteerd. En ik ben echt helemaal kapot. We hebben net nog even lekker wat gegeten bij de Mac. En ik ga nu lekker slapen en dan ga ik binnenkort gelijk de vlogs editen. Heel veel zin in. Dus ik hoop dat jullie de vakantievideo's leuk vonden. Als je dat vond, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doei doei!